ik denk dat we ook deze keer gaan zien dat dat kapitaal gered gaat worden en niet de arbeid. Dus in die zin is er niks fundamenteels veranderd ook. De staat is er in de eerste plaats om kapitaal te stutten en niet om iets anders te doen. En ik denk dat het heel erg ijdele hoop is om te denken dat nu dan arbeid beschermd gaat worden. En dus een crisis is niet zomaar een mogelijkheid om iets anders te doen. En als je te zeer dat doet, als je te zeer denkt van oh, laten we deze crisis aangrijpen, dan vergeet je dat verandering niet zomaar tot stand komt door een gegeven crisis uit te nutten, maar dat verandering voortkomt uit enerzijds een spontaniteit, anderzijds een jarenlang voorbereidend werk van het bouwen van politieke macht en economische macht.